Ik sta hier met meneer Ploeger. U bent werknemer van ProDemos. U heeft onder andere dit project opgezet. Kunt u ons iets meer vertellen hierover? Het spel heet Democracity. Het is bedoeld voor het basisonderwijs. En het is een kennismaking met de democratische besluitvorming en met de vertegenwoordigende democratie. Daarom zitten we hier ook in de raadzaal, want hier is de volksvertegenwoordiging van Beverwijk. En de kinderen gaan straks spelen dat zij de volksvertegenwoordiging zijn van het stadje Democracity. En dat is een heel saai stadje, want er zijn alleen maar woonhuizen in geplaatst. Misschien dat u het al kan zien, het wordt opgebouwd hier. Er zijn woonhuizen en de kinderen gaan kiezen wat zij belangrijk vinden om ook te plaatsen, te bouwen in Democracity. Alleen kunnen ze zomaar wel alles neerzetten, maar dat kan natuurlijk niet. Er moeten democratische meerderheden gevonden worden. Dus eigenlijk leren de kinderen hoe vroeger Beverwijk als het ware is opgezet, dat gaan zij nu zelf doen. Ja, maar dit is dan een fictief stadje. In hun fantasie gaan zij dat opbouwen en gaan ze ook bepalen wat zij als groep belangrijk vinden. En daar komen vaak hele leuke keuzes uit. En het is leuk, dit is fictief, maar alleen de werkelijkheid en de fictie lopen heel vaak door elkaar. Dus heel vaak in het spel zeggen ze, maar dat hebben we al in Beverwijk. En dat mag allemaal. En wat zou nou het allergrootste leerpunt voor hun hierin kunnen zijn? Het grootste leerpunt vind ik wat ik al eerder zei, dat ze leren dat we in een vertegenwoordigende democratie leven. En dat is in Beverwijk zo, maar dat is ook in het land zo. En dat is op allerlei niveaus zo. En dat je daar dus ook invloed op uit kan oefenen. Want vertegenwoordiging betekent ook dat je daarop kan stemmen op die vertegenwoordigers. En op niet stemmen, want je stemt op de ene en niet op de andere. Dus dat leren ze. Dus zou u ons iets meer kunnen vertellen over ProDemos zelf? ProDemos is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om de spelregels van de democratie uit te leggen. En dat doen we in heel Nederland. We zijn een nationaal instituut. In Den Haag hebben we een bezoekerscentrum tegenover het Binnenhof waar we zo'n 150.000 bezoekers per jaar ontvangen. En in heel Nederland, bij gemeentes en bij provincies, doen we dit type projecten om de democratie dichterbij te brengen. Want niet iedereen kan naar Den Haag komen. Weet je wat? Dan komt ProDemos naar jou toe. Waar? Een stad inrichten. Die stad heet Democracity. En jullie zijn daar de vertegenwoordigers van al die inwoners. En jullie gaan kijken hoe deze stad nou eruit ziet. Wat is er belangrijk, wat is er minder belangrijk, wat vinden de inwoners belangrijk. Dan gaan jullie mee aan de slag. Vandaag is het Democracity-spel in Beverwijk. Hoe is dat voor u als wethouder? Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het heel belangrijk dat kinderen iets leren over democratie. Dat ze merken dat ze stadsgenoot zijn in Beverwijk. En dat ze ook mede mogen bepalen hoe de stad eruit ziet. Dus ik vind het heel belangrijk. En ik vind het heel leuk dat het spel er nu is. Zodat alle kinderen dat kunnen gaan spelen. En ik zie dat het groep 8 voornamelijk is. Is het belangrijk dat het bij die leeftijdscategorie gebeurt? Of zou het ook bijvoorbeeld bij tieners kunnen gebeuren? Ja, ik denk dat je vroeg moet beginnen. Dat je kinderen zo snel mogelijk moet leren wat in een stad leven, met elkaar leven, inhoudt. Maar zeker moeten we ook op andere leeftijden kinderen betrekken. En hoe is dit nou eigenlijk tot stand gekomen om dit te gaan doen hier in het gemeentehuis met deze kinderen? Nou, we hebben in het coalitieakkoord met elkaar afgesproken dat we het belangrijk vinden dat kinderen iets leren over burgerschap. En daarom hebben we dit in gang gezet. Dus we hebben gekeken wat is nou een leuke manier om met kinderen hiermee aan de slag te gaan. En daar kwam dit spel Democracity uit. We merkten dat daar heel veel enthousiaste reacties op waren. En we hebben gezorgd dat alle kinderen in Beverwijk dat kunnen gaan spelen. Ja, het mooie is natuurlijk om te zien dat kinderen heel anders denken dan de volwassenen. Wat hoopt u dat er hier zo grotendeels uit zal komen voor de kinderen? Ik hoop dat het een stad is waarin ze zich allemaal prettig voelen. Dat ze ook rekening houden met elkaars mening. Dus dat ze niet zeggen van nou, dit is gewoon van mij en zo moet het zijn. Maar dat ze nu al belangrijk vinden dat ook een ander zich hier prettig voelt. Dus ik hoop dat het een stad wordt waar ze als klas van zeggen van hier willen wij graag wonen.